Vandaag hebben we in de test van de BMW RL50RT uit 2002. Ik heb al een videootje gemaakt hoe die eruit ziet. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving, dan kun je nog even kijken. Dit is echt een BMW, een tourbuffel. Naar de grote traditie van BMW. En dat is de tweede generatie vierklefkoppelen. Hier zit je de 1100, dat is de R50, L50. Weer een beetje aangescherpt. Deze heb ik wat meer vermogen. 95 pk in plaats van 85. Aan alle kanten een beetje beter. Dus iets modernere wielen. 17 inch in plaats van 18 inch. En ja, de bekende BMW bouwkwaliteit. Wat ik zelf altijd heel erg fijn vind van deze. Deze heeft een hydraulisch bediende koppeling in plaats van een kabel. En die gaat echt aanzienlijk makkelijker en prettiger in gebruik dan de oude met een kabel. En dan de kuip, hè. Nou, deze ruit is niet standaard. Het is een ander ruitje, alternatieve markt. Wat ik erg mooi vind is, deze ruit is ook verstelbaar. Hè? Er zit een mooi knopje hier op het dashboard. Dan kan je altijd waar je rijdt, wordt die versteld. Dat werkt hartstikke mooi. Voor mij had hij nog ietsjes hoger gemogen, want ik zit tegen de rand aan te kijken. En als ik echt een beetje in elkaar duik, dan wordt het nog wat stiller. Wat ik wel apart vind, als ik dan gewoon rijd, dan voel je eigenlijk de wind nauwelijks. En je kan eigenlijk met open klep rijden tot een kilometer of 70, 80. Is eigenlijk ook wel heel erg prettig. Mijn TomTom die heb ik professorisch gemonteerd. Daar ik geen Garmin heb, moet je toch iets met navigeren. Dat is toch wel erg vettig. Wat ik ook erg fijn vind is dat hier een... je kan tenminste nog zien hoeveel benzine je hebt. En wat de temperatuur is en welke versnelling en hoe laat het is. Die tankmeters, daar moet je niet te veel op vertrouwen. Want de type tankmeter die gaat ontzettend vaak kapot. En er zijn ook heel wat motoren die omgebouwd worden naar een vlotter model. Die in de andere modellen zitten. Dat heeft wel voordelen. Nou, duidelijke lampjes, dashboard, alles dik in orde. Allemaal prettig. Elektrische handvaten. Allemaal mooi voor elkaar. Je kan iets, als je koppelen kan je nog doen. Hartstikke mooi allemaal. Zit er allemaal op. Ze hebben ook ABS. En dat kan je hier heel mooi zien aan de sensor. Wat ook fijn is, deze motor heeft een 6-bak. Het enige wat me wel een beetje tegenvalt, ik heb zelf een R850 RT, van R. Die heeft een 5-bak, denk 6-bak. Dan zal die betekenen dat hij aanzienlijk minder toeren draait. Nou, hij draait wel iets minder toeren, maar niet in een mate dat ik denk van jongens, dat het een heel groot verschil is. Het scheelt maar 200-300 toeren of zo. Met een bepaalde snelheid. En dat zorgt er ook wel voor dat je als je 120, 130 rijdt, dat je dan precies rond die 5000 toeren zit, waar deze dingen dan toch wel wat resonanties hebben links en rechts. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Ik had eigenlijk wel verwacht dat die, ja, wel 500 toeren binnen zou draaien, zodat je ook meer bereik hebt. En verder, deze motor, dat is exemplarisch, loopt wat rommelig onder de 2500 toeren. Nou, dat is net het toerengebied waar je in z'n drie zit als je door de stad heen rijdt, op je gemak. Voor de rest, ja, het sturen, dat doet hij erg goed. Het is een echte BMW. Het hoge gewicht van 260 kilo, dat merk je eigenlijk niet meer zodra je gaat rijden en de weg op draait. Dan merk je daar al niet meer zo heel veel van. Want dan voelt het allemaal, dan versmelten de kilo's. En met manoeuvreren, met opbokken merk je het een beetje. Maar ja, het bekende BMW verhaal. En je zet je voet op het uitsteeksel. En je hoeft alleen maar je lichaamsgewicht erop te zetten. En hij bokst zichzelf zo'n beetje op. En dat is wel fijn. Wat ik mooi vind is dat deze hier heeft hier twee stopcontacten. En het is ook wel leuk om te zien. Hier zit nog een luikje. Daar kan je ook van alles kwijt. En daar zit ook een aansluiting. Daar sluit ik mijn TomTom op aan.
Het is een ondiep bakje. Het zal niet 100% waterdicht zijn. Maar het zit er wel mooi op. Zadel kan er ook af. Dat doe je door een sleutel hier. Huppatee. Dan zit je onder het zadel. Nou, hier kan je heel mooi de hoogte verstellen van het zadel. Met nokjes die komen hier en daar uitzitten. Nou, hier kan je nog dingetjes kwijt. Diagnoseplug. De zekeringkast is dit. De accu zit onder de tank. De luchtfilter zit hier. Hartstikke leuk. Nou, het is een goed zadel. Zit prima. Geeft voldoende steun. Het is nog een zadel uit de tijd dat BMW standaard goede zadels erop schroefde. Tenminste, ik vind het goed genoeg. Al kan ik me voorstellen dat iemand die echt heel lang zit, dat hij toch iets een andere gevulling erin wil hebben. Maar het is niet zoals bij de nieuwere modellen, waar je het bijna verplicht bent, omdat je anders dan een uur al een houten kont hebt. Met dit zadel heb je dan niet, in ieder geval niet. Normaal zitten hier ook wat koffers op, die je met zo'n hendeltje erop en eraf doet. Ik heb ze achtergelaten, omdat ik anders een beetje een probleem heb om mijn tuin in te komen. Oké. De eerste instantie toen ik ging rijden viel me op, denk ik, 95 pk. Dat is toch een aardig stuk meer dan mijn 850. Het grappige is, hij voelt wel iets pittiger. Maar je hebt niet het idee dat het nou echt heel veel uitmaakt. Dat valt reuze mee. Totdat je weer op je metertje kijkt. En dan zie je gewoon dat je eigenlijk gewoon gauw 10, 20 kilometer harder rijdt dan je aanvankelijk dacht. Door de goede stroomlijn. En de mooie loop van het motorblok en de goed afgestelde vering. Verneem je eigenlijk niet zo dat je toch eigenlijk alweer harder rijdt dan je aanvankelijk dacht. Je merkt wel dat hij door het extra vermogen wel wat meer puff heeft. Dus hij gaat langer door. En een hogere snelheid merk je wel dat hij duidelijk meer sjoegen heeft. Maar omdat hij natuurlijk zo ongelooflijk mooi rijdt, verneem je dat eigenlijk niet totdat je op je snelheid gaat letten. Wat me wel een beetje tegenvalt is het brandstofverbruik. Ik bedoel, ik heb nou bijna 300 kilometer gereden. En ik heb er zo'n 19 liter in gegooid. Ja, dat kan beter. Ik moet nog precies gaan uitrekenen. Maar ja, nou heb ik ook wel wat sportiever gereden. En ook wel wat snelweg gedaan. En als je natuurlijk wel 130 gaat rijden, ja, dan lopen alle motoren natuurlijk wel wat duurder. Maar ik schat zo in dat je tussen de 1 op 16 en de 1 op 18 moet uitkomen. En met heel langdurig rustig toeren nog wel iets beter. En dat valt me eigenlijk wel, ja, vraag ik nog over BMW, kom op jongens, dat kan toch echt wel een heel klein beetje beter. Want ook al zijn de mensen die deze BMW's kopen niet zo geïnteresseerd. Deze motor heeft een tank van 25 liter. En als je natuurlijk 1 op 15 rijdt, ja, dan sta je toch best wel weer snel stil. Als je echt een lange afstand rijdt. En juist deze motoren zou wel lekker kunnen zijn dat je aan één stuk 400, 450 kilometer kan rijden. Dan stop je natuurlijk wel even voor een plaspauze. Als iemand rookt een sigaretje of dat soort zaken. Maar soms heb je verschillende ritten achter elkaar. En als je dan iedere keer moet gaan denken, oh, ik moet zo weer tanken. Dan is dat natuurlijk wel weer vervelend. Nou, voor de rest valt er eigenlijk niet zo heel veel te melden. Het is een vreselijke fijne motor om mee te rijden. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen geen afstand willen nemen van deze motor. Want rijden, dat doet hij eigenlijk prima. En lekker gemoedelijk en alles. Leuke motor. En ik denk wel dat het een aanrader is. Bedankt voor het kijken en tot ziens.